Letter eenvoudig grootboekrekeningen en openstaande posten en betalingen tegen elkaar af. Afletteren van grootboekrekeningen of openstaande posten geeft inzicht in het saldo. Op de rekening kruisposten staat alleen een saldo als er geld onderweg is van de ene naar de andere bankrekening of van de kas naar de bank. Zijn er geen gelden onderweg, maar staat er toch een saldo op, dan is er mogelijk een foutieve boeking gedaan of een boeking vergeten. En dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk achterhalen. Je gaat deze rekening afletteren. Met het afletteren zorg je ervoor dat de mutaties die bij elkaar horen, worden voorzien van een aflettercode. In de weergave staan alleen regels zonder aflettercode. Als je dus periodiek de aflettering automatisch uitvoert, zie je gelijk om welke boekingen het gaat en is het saldo verklaard. We gaan naar financieel. En onder boeken staat afletteren. De rekening kruispost staat op afletteren. Hier klikken we op voltooien. Nu zien we alle mutaties die nog niet zijn afgeletterd. En ik ga ze automatisch afletteren. En dat doe ik door deze allemaal te selecteren. Meer acties, automatisch afletteren. Profit geeft aan dat deze regels bij elkaar horen. En we klikken op voltooien. Het saldo wat nog op de rekening staat, blijft als enige regel over. Daarmee is de aflettering een feit. We kunnen ook een aflettering verwijderen. Daarvoor gaan we naar financieel, boeken, aflettering verwijderen. Op voltooien. Hier krijg ik alle mutaties te zien met een lettercode, waardoor je ziet welke bij elkaar horen. Ik ga hier de regels selecteren welke ik wil verwijderen. En dat zijn degene die we net hebben toegevoegd, dat zijn deze twee. Dan gaan we naar acties en aflettering verwijderen. Ik klik op voltooien. En de aflettering is verwijderd. Dit kunnen we nog even checken. Bij financieel, afletteren, kruisposten, voltooien. En we zien ze hier weer bij staan. Het afletteren van openstaande posten doe je automatisch bij het verwerken van het bankafschrift. Je boekt immers de ontvangen gelden van de debiteur weg tegen de openstaande facturen. Als je te maken hebt met vooruitbetaling of aanbetaling, dan staan er meerdere regels voor één factuur open. In die gevallen kies je voor afletteren van openstaande posten, zodat per factuur maar één regel overblijft met het totale restantsaldo van de factuur. Dat is wel zo overzichtelijk. Op alle plaatsen waar je openstaande posten van de debiteur kunt raadplegen, heb je ook de actie afletteren tot je beschikking. Selecteer de regels van een factuur en kies voor de actie afletteren. Heb je een fout gemaakt bij het afletteren, dan moet je de gemaakte memoriaalboeking van de aflettering verwijderen en dan staan de regels weer als losse regels op de openstaande postenlijst. We gaan naar financieel, debiteur, overzicht, openstaande posten. We hebben hier een overzicht van alle openstaande posten. En we gaan naar debiteur, MEPO. Ik heb namelijk een vooruitbetaling gehad op een factuur. Dat is hier te zien. Kies voor deze regel en deze regel en vervolgens voor de actie afletteren. Weet je het zeker dat je dit wilt afletteren? Ja. Bezig met afletteren. En dan zien we dat de 3000 is verdwenen en dat de vooruitbetaling is verrekend met het saldo. Afletteren van mutaties geeft veel inzicht in openstaande mutaties. Heel veel succes!